zit. Sst, Bumper, laat me heel even mijn intro doen. Sst, even wachten, blijf, hè. Heel tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag ben ik samen met Bumper. Ja! Zo is het klaar. Bumper die slaapt nog. Deetje die ligt nog op bed. Die is heel erg brak van gisteren omdat ze uit is geweest. En af en toe slaapt ze en af en toe wordt ze weer wakker. En ik heb al een paar dingetjes gedaan. Ik heb 2 dozen uitgepakt. Want we zitten eigenlijk nog steeds een beetje in de verhuissfeer. En hier heb ik alle was opgevouwen. En daarna heb ik heerlijk even een ontbijtje gemaakt. 2 crackertjes met oude kaas. Dat is zeker weten een aanrader. Is heel erg lekker. En daarnaast heb ik een soort van kokosmelk of zo. Best lekker, in een Ajax-mok. Bumper geniet lekker van zijn brokjes. En dan is iedereen weer helemaal gelukkig vandaag. Wat is er? Dit is gewoon de allereerste keer dat ik ga koken op deze, volgens mij heet dat een keramische plaat. Wow, wat is dit? Holy moly. Ik wist helemaal niet dat we deze hadden. Wow, deze is echt groot. Het is misschien wel ideaal om een eitje zo, wop, en dan zo om te gooien. In ieder geval, wat ga ik maken? Bumper. Ja, een nieuwsgierig hondje. Ik ga lekkere eieren maken voor Deetje. Lekker geklutste eieren. 1 en 2. Hoppa. De laatste. Hoppa. De kunst is natuurlijk heel erg om een ei erin te doen op deze manier, zoals ik net deed. En dan ervoor te zorgen dat er geen schil in het ei komt. Op het begin had ik daar super veel moeite mee. Maar nu ik het eenmaal kan, gaat het prima. Het is gewoon even een soort van oefening baart kunst. Hallo schatje. Ja. Goedemorgen. Eigenlijk middag, maar hey, voor jou morgen. Ik was vet vroeg op. Ja, je hebt Bumper wel goed uitgelaten. Ja. Maar daarna ben je weer in bed gekropen en ging het niet meer naar de sportieve stand. Nee. Maar dat maakt niet uit, want dat mag ook wel eens. Ja, dat is waar. Kijk eens aan. Oh, zo lekker. Alsjeblieft. Dankjewel. De kok moet zelf ook nog even proeven. Dankjewel. Maar je pakt dat ook echt gewoon heel vies. Oh, je hebt er zelfs zout op gedaan. Ja. Wauw. Goed, hè? Ja. Weet je waar het tijd voor is, Bump? Plasje? Ja. Je weet wel wat dat betekent, hè, plasje? Gaan we even plasje doen? Ga Bumper mee? Doe maar. Ga mijn riem pakken. Ga je mee? Volgens mij kan ik gewoon met een t-shirt naar buiten, joh. Want de zon is opeens gaan schijnen. Heerlijk. Inderdaad, het is zulk lekker weer dat ik gewoon lekker in mijn t-shirtje kan rondlopen. Samen met Bumper. En Deetje die wil zo verschrikkelijk graag mini-loempia's. Dus dan ga ik dat maar even voor de ophalen. We moeten wel oppassen als we naar binnen gaan, Bump. En Bumper die ruikt het eten binnen. Voordat je het weet, Bump, gaan ze jou pakken. Dan gaan ze jou door in stukjes hakken. Sommige Chinezen in China, die eten hond. Ja, het is heel gek, maar dat is echt waar. Dus ze zeggen, ga nooit met je hond naar een Chinees. Omdat misschien je hond dan gemarteld wordt. Gewoon doodgemaakt voor vlees. Maar dat gebeurt niet in Nederland, hè, Bump? Tenminste, dat hoop ik. Eentje voor Enzo, eentje voor Bumper. Ga maar zitten. Even kijken of je dit lekker vindt. Bumper vindt alles lekker, als het maar eten is. Kom maar, Bump, gaan we naar het park. Dan gaan we straks die loempia's weer ophalen. Goed zo, we hebben het overleefd, Bumper. Yeah! Bumper die zit achter de vogels aan. Ik zeg trouwens altijd vogels. Sommigen zeggen vogels. Ik weet niet hoe jullie het zeggen, maar ik moest laatst, voor Angry Birds, moest ik iets zeggen in een zin. En daar kwam het woord vogel in voor. En toen zei ik van, weet je wat eigenlijk heel bizar is? Ik kan geen eens normaal vogel uitspreken, terwijl het allemaal vogels zijn in die film. Want ik zeg altijd vogel. Klinkt gewoon niet of zo. Ik weet niet. Ik weet ook niet hoe ik eraan kom. Maar ik moet eigenlijk zeggen vogel. En niet vogel. Net zoals auto of auto. Ik zeg dan wel altijd, hey, check die auto. Alleen sommigen die zeggen, hey, kijk, dat is een vette auto. En dan denk ik, auto? Dat is helemaal geen auto. Dat is een auto. Thank you.
liefst wil Bumper hem meenemen, maar dat gaat niet, jongen. Dat gaat niet, Bump. Die tak is te zwaar voor jou. Hij tilde hem wel heel even, maar... alsnog, dan hebben we een tak en dan hebben we hem thuis. Wat moeten we ermee? Oh, wat een lekker ding is het ook. Kom, Bump, gaan we. Kom. Ik heb zelf altijd geskateboard, dus ik kon dit niet laten om even naar deze drie bazen te gaan. Daar loopt er eentje, daar zitten er nog twee. En hij heeft even een ollie voor mij gedaan op de stoep. En hij heeft even een 180 gedaan. En die ga ik nu aan jullie laten zien, dus ik zou zeggen geniet ervan. Kom, gaan we weer naar binnen. Gaan we die lekkere lumpia's ophalen. Hoppakee. Pak hem nog even eentje. Ga maar zitten. Kijk, omdat je zo lief bent geweest. Dan wil ik er zelf ook nog eentje. Hoppakee. We are home. Lumpia's. Maar eerst krijgt Bumper wat lekkers. En ik heb er nog eentje. Oh nee, twee. Jij bofkont. Ga maar zitten. Je hoeft niks te doen verder. Je mag het gewoon. Kijk eens aan. Alsjeblieft. Special delivery voor Deetje. Dat was een straat gevallen. Volgens mij zei jij buiten iets van ik heb lumpia's. Nee, ik zei hier zo in de hal, zei ik lumpia's. Wat duur. Het is wel lekker wakker worden, toch? Ik was lang weg, man. Ja, ik was lekker met Bump in het park. Vond je het leuk? Ja, Bumper vond het super. Hè? Ja. Zo'n lief hondje ben jij. Lekker gedacht dit. Dit vindt hij ook zo lekker. Ja, lekker luid dagje heb jij, hè? Lekker film aan het kijken. Welke film? Dat willen de kijkers weten. De musical Doornroosje. Oh. Gaan we nou alweer weg, Bumper? Gaan we nou alweer weg? Gaan we skileren met het mooie weer. Ja, en Bumpertje moet weer naar huis. Ja, we gaan afscheid nemen van jou straks. En weet je waar ik achter kwam, dames en heren? Ik moet nu trouwens niet hier remmen. Dat is een beetje zonde van de vloer. Maar gisteren heb ik wel gebruik gemaakt van de rem. Toen we buiten aan het skileren waren. En kijk, hij is al best wel erg versleten. Wow, dit kan ik gewoon helemaal van afhalen. Check it. Het is wel een teken dat ik die rem echt goed kan gebruiken ook. Bumper! Bumper, wow, die trekt me mee het gras in. Kijk, hele toffe kijkers hier zo. Hallo. We zijn lekker aan het buitenspelen. Hé, hey, we kwamen jou gisteren tegen. Toen had jij een ijsje. Wow. Oh, Bumper. Bumper, lieve hond. Ik heb een kikkerkwint gevonden bij de bos. Echt waar? Ja. Wauw. En ik weet hoe jij heet. Hoe dan? D. Ik moet zeggen, skileren daar wen je zo weer aan. Dat is gewoon even een kwestie van heel even heen en weer gaan. Gewoon een paar kilometer en dan bam, je kan het weer. Oh. Fucking vet. Dat soort brommers die zijn echt super cool. Hij wilde even wat foto, we hebben een selfie gemaakt. En ik dacht, dan maak ik even een mooi shot van hem dat hij langs komt rijden. En ook een mooi shot van D dat ze langs komt skileren. Hoe is dat? Nog een klein beetje oefenen, Deetje, en dan komt het wel goed. Doe 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 doe. Hey, Deetje. Hey. Wauw. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem tof. Doe dan een blauw duimpje omhoog. We gaan nu lekker vroeg naar bed, omdat morgen vroeg komt er iemand langs voor mijn knorrel. Het neemt allemaal even wat tijd in beslag, maar ik wil er echt wat moois van maken. Wat heel erg logisch natuurlijk is. Dus ik zou zeggen, hopelijk zijn jullie morgen weer bij om 4 uur. Vergeet nu niet even te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat kan hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power!